Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekt wat bewolking over, met name het noorden van het land. In het zuiden kan de dag met mist beginnen. En geleidelijk trekt dat beeld een beetje recht, met af en toe de zon. In het noorden de meeste wolkenvelden. En in het zuiden de oplossende mist in de ochtend. Nadat die mist verdwenen is gaan de temperaturen omhoog en vanmiddag is het 3 tot 6 graden met de meeste zon in het midden en zuiden van het land en het noorden is het meest gevoelig voor wolken, hoewel ook daar de zon af en toe wel zal schijnen. De wind is over het algemeen zwak tot matig, kracht 2 tot 4 afnemend in de avond, met dan in het zuidoosten en oosten alweer kans op nevel of misschien al mist en temperaturen dicht bij het vriespunt. In de nacht vriest het op veel plaatsen in het binnenland een graadje. Morgen dan wolkenvelden, ook nog wel wat zon hier en daar. 4 tot 7 graden en geleidelijk aan al meer wind. In de avond waait het in de kustgebieden al krachtig windkracht 6. Een opmaat voor een regendag op de vrijdag met 6 tot 11 graden. Zaterdag hebben we weer wat zon met een enkele bui en zondag regent het weer wat vaker. En ook op deze dag is het vrij zacht met in de nacht zeker geen vorst meer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.